Kijk, dat is mooi. Dat klopt, je kan, uh, je kan het boek zo direct uh, achter in de hal hal halen. En uh, dat boek is uh, ontstaan eigenlijk uh, in de weg naar Pasen een keer. Dat ik zei: heer, ik, ik verlang zo naar, naar een nieuwe verdieping voor de gemeente in, in die boodschap van Pasen. Ik dacht, weet je, soms, en dat hebben jullie in Asmeer natuurlijk niet, maar soms in Gouda hebben we dat. Weet je wel, dat je op een gegeven moment in een, oh ja, kerst komt er weer aan of paas komt er weer aan. En ik zei, hey, ik wil echt iets nieuws. En uh, mijn vrouw en ik waren een tijd aan het bidden en vasten richting paas. En toen in één keer sprak God over de zeven keer ik ben, dat Jezus zegt in Johannes en de zeven wonderen die hij doet, dat die verbonden zijn met elkaar. Nou, dat is eerst een preekserie geworden. En daarna heb ik, uh, heb ik er een boek over geschreven. Dus uh, van harte aanbevolen als je gewoon verlangt om Jezus meer te leren kennen. Dat is eigenlijk. Uh, als je dat verlangt, dan wil ik hem aanraden. Als je daar geen verlangen naar hebt, dan moet je hem ook niet kopen. Want door dat boek ga je Jezus beter leren kennen. En meer vol ontzag zijn voor Hem. Dus beter koop je hem dan niet. Maar ik hoop dat je hart is afgestemd op juist wel Hem beter willen leren kennen. Ja. Mijn naam is dus Jeroen en uh, opgegroeid hier in Aalsmeer. Dus het is een thuiswedstrijd voor mij. Het is thuiskomen. En uh, ik, ik weet nog dat. Uh, ik, heb, ik heb hier ook nog uh, in een bandje gespeeld met onder andere Bart. Ik weet niet waar uh, Bart is gevlogen. Maar het uh, was, was zo tof om, uh, ja, om met elkaar God altijd groot te maken. En we hebben zulke toffe momenten gehad. We hebben gespeeld bij Herman Boon als die hier kwam met Bidden en Vasten. We, we hebben door. We hebben plat gelegen van aanbidding en we hebben ook door de zaal gestuiterd van aanbidding. En het was uh, zo tof, dus ja, ik voel me hier op mijn gemak. Dus uh, stoelriemen vast en berg je maar, want ik voel me op mijn gemak. Mijn mooiste helft zit hier op de eerste rij. Dat is Petra, we zijn getrouwd en we hebben drie fantastische kinderen die lekker in de kinderdienst zijn. En we zijn uh, ontzettend dankbaar om hier uh, te zijn vandaag. Dus uh, ja dat even over ons en nu gaan we het gewoon zoveel mogelijk over God hebben. Het was afgelopen juni dat ik geloof dat God me een profetische boodschap gaf, niet alleen voor onze eigen gemeente, maar dat ik voelde gelijk van dit is voor Nederland. En het was namelijk zo, we hadden afsluiting van de 21PLUS groep en ik zou daar zeven minuten wat delen en ik was in gebed en ik was me aan het voorbereiden en ik zei, heer wat, wat wilt u zeggen? En toen leidde God me heel duidelijk naar Joshua 1. En ik geloof dat God daarin een boodschap voor heel Nederland heeft. Vanuit Joshua 1. Over een belofte die verloren is gegaan. Maar die God nog steeds wil vervullen in dit land. En in mijn voorbereiding op vanochtend voelde ik ook dat dat ook echt geldt voor de plaatselijke gemeente hier: dat er een belofte is en hij lijkt verloren te zijn gegaan. Maar wat wij bestempelen als het is verloren gegaan, dan zegt God alleen, nee, er is alleen wat tijd overheen gegaan. Dat is een groot verschil. Is iets echt verloren gegaan of is er wat tijd overheen gegaan? En wij bestempelen dat dan zo snel als verloren gegaan. En ik weet nog dat ik in gebed was en ik, en ik sloeg Joesua 1 dus even open. En waar mijn oog gelijk op viel, ik las in de HSV, straks gaan we wat uit de MBV lezen, maar uit de HSV. Joshua 1, vers 3, waar staat, en elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Ik heb het u gegeven. Niet zal ik u gaan geven, niet moet je in vertrouwen gaan en dan als je genoeg geloof hebt, dan zal ik het je geven. Niet als je een krachtige discipel bent, dan zal ik het je geven. Nee, ik heb het je gegeven zoals ik Mozes al gezegd heb. En ik ging verder in gebed en ik vroeg: Heer, wat wilt u hier precies mee zeggen? Wat, wat wilt u hiermee brengen? En toen zei God: Weet je, zo vaak wordt er gebeden voor weer wat nieuws. O Heer, kom met de, de vernieuwing van uw Heilige Geest. O Heer, doe iets nieuws in dit seizoen. Misschien heb je het ook wel uitgebeden afgelopen september. Dat je zei: Heer, doe iets nieuws dit seizoen. Maar dat God zei. Ik wil dit seizoen niet iets nieuws doen in Nederland. Ik wil brengen wat er verloren is gegaan. Ik wil de belofte vervullen die er al op dit land ligt. Er zijn beloftes op Nederland en ik geloof daarin ook. Er zijn beloftes hier op de gemeente geplaatst. En die zijn nog niet in vervulling gegaan. En het brengt teleurstelling met zich mee. Soms twijfel. Hebben we het dan wel goed gedaan? Soms angst van hoe gaat het dan voor de volgende generatie? Ik weet het even niet meer, Heer. Ik weet het niet meer. Maar God zegt, ik wil die oude belofte nieuw leven inblazen. Want het feit dat jij het nog niet hebt gezien, het feit dat het al zoveel jaar geleden is, dat betekent niet dat de belofte verloren is gegaan. Nee, er was wat wachttijd. En dat lag meestal niet aan God. Dat er wachttijd optrad, dat gaan we straks ook zien. Maar hij zegt: Ik ben niet vergeten wat ik heb beloofd. Weet je, soms gaan we twijfelen aan God op het gegeven moment. Dat en daar dat, dat gaat ons gebedsleven ons dan ook naar, voor, zich ook naar vormen. Van: Heer, weet u nog? Heer, u heeft toch gezegd? Heer, toen zei u, vijftien jaar geleden. En toen was ik in vuur en vlam. En, en toen dacht ik: ja, we gaan ervoor. Maar waarom? En we kunnen zo opgaan in de vragen, dat we bijna vergeten dat we een God dienen die niet kan vergeten. Hij kan zijn belofte niet vergeten. Zijn woord zegt het zelf. Wat hij heeft gesproken, dat zal vrucht brengen voordat het wederkeert. En God kan niet liegen. Dus het woord dat hij heeft gesproken over Nederland, daar kom ik zo direct nog wat verder op terug, maar ook hier over de gemeente, dat zal tot voltooiing gaan komen. Het zal tot voltooiing gaan komen. En misschien heb je op het gegeven moment een beetje teruggetrokken, omdat je dacht: Nou, heer, ik heb het niet gezien. Misschien in de volgende generatie, maar dan ben ik wel toeschouwer. En ik neem wat afstand, want ik ben teleurgesteld. En ik heb zoveel uren gegeven, maar ik zie de uitwerking niet. Ik heb zo mijn leven gegeven, maar ik zie de uitwerking niet. En je gaat zo langzaamaan, zo langzaamaan ga je zo ongeveer achter de coulissen. En hier sta je met je teleurstelling, met je vragen, met je frustratie. Maar weet je wat het probleem is? Daarachter is het altijd wat donkerder als hier. Als we teleurstelling toelaten in ons leven, wordt het altijd donkerder. En in het donker ga je minder scherp zien. Dus dan is God is nog steeds hartstikke bezig. Maar je ziet het niet meer, want jij staat daar. Weet je? Wij, wij, wij denken van, dan vaak van, oh ja, en, al, en als ik dan weer wat ervaar van God, dan kom ik wel weer terug. Maar laat me nu even hier staan met mijn teleurstelling. Maar weet je, God, God is om de hoek, is hij al lang bezig. Alleen dat hebben we op een gegeven moment niet meer door, want we zien het niet. We staan in het donker, we zijn teruggetrokken. En het is tijd om weer tevoorschijn te komen. Het is tijd om op te staan. En dat is niet zo van, oké, okay, ja, inderdaad, 2023 wordt mijn jaar. Nee, vandaag is jouw dag. Vandaag is jouw dag. We gaan niet, oké, okay, dit is een goede dienst om goede voornemens op te maken. Nee, dit is een goede dienst om verandering aan te brengen in je leven. Weet je waar ik achter ben gekomen? Mensen die verandering plannen, veranderen nooit. Oh, daar gaat je in januari. Dat is echt waar. Weet je waarom? Als je verandering plant, ben je er niet ten diepste van overtuigd dat je het nu nodig hebt. Dus als je nu plant in 1 januari, dan ga ik gezond leven. 1 januari, dan ga ik het anders aanpakken. Vanaf 1 januari, dan pak ik elke ochtend om 6 uur. Oh, en dan ga ik liggen naar aanwezigheid van God. En dan vanaf 1 januari, want 2023 is mijn jaar. Halleluja. Als jij vandaag niet voelt dat dit de beste plek is aan de voeten van Jezus, dan pak je dat op 1 januari ook niet. Echt niet. Als je nu niet ervaart, oh, ik heb Jezus zo hard nodig elke dag. Elke seconde van mijn leven. Dan pak je dat 1 januari ook niet. Vandaag is een dag van verandering. Dus maak je klaar. Vandaag is een dag van doorbraak. Dus maak je klaar. Laten we lezen uit Jozef 1. Jozef 1, vers 1 tot en met 5. Er staat na de dood van Mozes, de dienaar. Van de Heer, zei de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes. Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk, dat ik jullie, uh, elk stuk grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon en van de grote rivier de Eufraat met het land van de Hettieten tot aan de grote Zee in het westen. Zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en ik zal je niet verlaten. Ik zal niet van je zijde wijken en ik zal je niet verlaten. Maar weet je wat ik zo interessant vind? Dit is, dit is wat het goed doet, hè? Dit is wat het goed doet in de kerk. Ik zal niet van je zijde wijken. Ik zal je niet verlaten. En dat horen we heel graag. Maar er staan nog meer details in dit stukje. God wijst iedere keer namelijk naar Mozes. En zoals ik Mozes heb gesproken, zo zal ik ook tot jou spreken. En zoals ik bij Mozes was, zo zal ik ook met jou zijn. Weet je dat we soms dat vertrouwen kwijt zijn geraakt? Dat zoals God. Was dat hij nog steeds zo is. Dat de God van handelingen 2. Van het hele boek handelingen. Nog steeds dezelfde God is vandaag. Zoals ik met Mozes was. Zo zal ik met jou zijn. Zoals ik met de eerste gemeente was. Zo ben ik ook vandaag in de gemeente. Ik ben precies dezelfde God. Zegt hij. Maar weet je. Dit volk Israël. En ook Jozua. Die had dit meegemaakt. Ze hadden een verloren belofte. Waarmee ze te kampen hadden. Want het was een Belofte verloren gegaan, namelijk het beloofde land. Het beloofde land 40 jaar eerder, 40 jaar wachttijd hadden ze opgelopen. 40 jaar eerder hadden ze daar gestaan aan de rand van het beloofde land. En er waren twaalf verspillers erin gegaan, en er kwamen twee verhalen terug: tien slecht, twee zagen de belofte van God. Tien zagen ook wel de belofte van God, maar lieten zich imponeren door de situaties en de omstandigheden. En twee zeiden van ja, dit is de belofte van God, dus laten we maar gaan. We gaan in vertrouwen. Dit is trouwens een van de bewijzen dat democratie niet altijd de goede richting wijst. Het was tien tegen twee, maar beter hadden ze geluisterd naar die twee. Beter luister je naar de mensen die door God zijn aangesteld en vertrouw je ze. Als dat je met een heel volk van 1 miljoen mensen, 2 miljoen mensen in huilen uitbarst op het woord van die tien. De meerderheid zei: Dit is een slecht idee. Ik voelde dit om tegen jullie te zeggen. Er komen momenten dat in eerste instantie de meerderheid zegt: Slecht idee. Slecht idee, dat moet je niet doen. En ik weet niet of het specifiek in de gemeente is of in jullie persoonlijk leven. Maar er komen momenten, dat slecht idee, maar vertrouw op de twee verspieders. Vertrouw op de twee, die Gods woorden spreken, die kijken naar Zijn belofte en niet naar de reuzen. Want als je kijkt naar Zijn belofte en als je kijkt naar Zijn hart en Zijn hand, dan weet je dat die reuzen een beulenschil zijn van God. Dat weet je. Dus wees daarmee gezegend. Halleluja. Door het ongeloof van de meerderheid, de tien van de, van de twaalf. Gaat het hele volk uitbarsten in huilen. Uitbarsten in huilen. Weet je, wij vinden het al lastig met elkaar om een keertje uit te barsten in gejuich voor God. Dit volk jammerde de hele nacht. De hele nacht. We waren ze aan het huilen. En ze stortten hun hart uit. Oh, waarom waren we in Egypte gebleven? Oh, waarom zijn we die Mozes achteraan gegaan? Oh, waar hebben we daar maar gestorven? En niet hier in de woestijn. En het werd een klaagzang waar klaagliederen nog een puntje aan kan zuigen. Man, als ze klaagliederen hadden geschreven op basis van die nacht. Och, dan hadden we het Bijbelboek het liefst overgeslagen. Met z'n allen. En ze waren zo boos. Boos op de leiders, boos op God. En ze durfden niet meer. En er was veertig jaar vertraging. Weet je, menselijk gezien zouden we zeggen: van ja, als je zo met God omgaat, dan is je kans voorbij. Dan, dan gaat God het wel anders doen, maar God houdt vast aan datzelfde volk. Weet je, soms kan je misschien denken: van ja, we hebben er zo'n soepzootje van gemaakt in de kerk door de eeuwen heen. Zou God niet door een andere weg gaan werken? Nee, God houdt vast aan zijn kerk, want we zijn de bruid van Christus. En de bruidegom verraadt zijn bruid nooit. Zijn bruid verraadt soms de bruidegom. En dat is een probleem. Maar de bruidegom staat daar weer met open armen van genade. De bruidegom verraadt nooit de bruid. Dat is de waarheid van het woord van God. Dus die belofte die bleef staan. Die belofte bleef staan. En zoals ik tot Mozes had gesproken. Zo zal ik het doen vervullen in jouw leven, Jozua. Ik geloof dat momenteel in Nederland een Jozua generatie aan het opstijgen is. Dan moet een Jozua generatie opstaan. Opstaan. En dat betekent niet als je nu boven de 50 bent of boven de 60 bent dat je denkt van ja, lekkere boodschap. Het is de volgende generatie, nee, het is de levende generatie. Wij denken vaak in generaties zo van ja, tussen de 20 en 30, dat is een mooie generatie en daar gaat God het vast door doen. Nee, de levende generatie. Want het vuur van de 20, 30 jarigen komt in problemen als ze de wijsheid van de 50, 60ers niet hebben. We moeten met elkaar, met elkaar. En trouwens, gewoon een simpel rekensommetje. Jozef was erbij 40 jaar eerder, dus die was ook niet meer de jongste. Hij was verspieder, hij was erbij. Hij was daar al op volwassen leeftijd en 40 jaar later. Dus je hoeft je niet oud te voelen vandaag. Denk niet van, oh, dit is weer zo'n jong broekie van in de 30. Die komt alleen maar de 30ers aanspreken en de jonge generatie. Nee, de levende generatie. De levende generatie hoort het werk van God te zien in dit land, in deze gemeente. Halleluja. Ja, ik zie grijze mensen aan mensen zeggen. Halleluja. Ja. <laughs> Mooi, hè? Mooi. Ik weet niet in, op welke vervulling jij wacht op dit moment in je leven. Maar ik wil je zeggen, God is niet vergeten. Ook al heb jij het misschien heel ver weggestopt. Achter de coulissen. Misschien heb je het wel in een soort graf gelegd. Van die droom is dood in mijn leven. En je hebt er een steen voor gerold. Zoals Lazarus al achter de steen lag. Maar Jezus zegt. Vandaag willen we de steen wegrollen. Vandaag willen we de steen wegrollen. En dan kom je niet erachter dat er een stank van een dode droom is. Dat er een stank van oude pijn is. Nee, maar dan komt Lazarus, komt dat graf uitlopen. Je droom leeft. Want Gods woord leeft. Gods woord blijft staan. Gods woord blijft staan. Over deze gemeente. Gods woord blijft staan. Hmm. En velen van jullie hebben hier gehoord over een nieuwe opwekking die zou komen. En je wacht al jaren. En als je al je tranen had opgevangen, dan had je flessen tranen gehad al. Want je hebt erover gehuild. Want het gaat je aan het hart. Het gaat je aan het hart, want je hart is zo verbonden aan de gemeente. Je hart is zo verbonden aan het werk van God, het koninkrijk van God, de kerk van Christus. En op een gegeven moment heb je dat stapje terug gedaan vanuit de teleurstelling. Omdat je dacht, ik zie het nog niet gebeuren, ik zie het niet meer gebeuren. Maar dat je het nu nog niet ziet, betekent niet dat het, nog niet, dat het niet meer gaat gebeuren. Want het gaat gebeuren. En God wil daarin zijn woord nieuw leven inblazen in jou. Niet in zijn woord zelf, want zijn woord houdt stand. Deze elite moesten 40 dagen wachten. Deze elite moesten later nog een keertje 40, eh, 40 jaar wachten. Later moesten ze nog een keer 40 dagen wachten. Zonder een of andere reus 40 dagen te vloeken en te tieren in een dal. En weet je, ze maakt ook veel lawaai, hè, die Israëlieten. Wist je dat? Ze maakten als antwoord vet veel lawaai van knikkende knieën. Zo tegen elkaar, weet je wel. Oh man, wat een lawaai. Duizenden soldaten met knikkende knieën. Oh. Maar dat was hun lied. Totdat David kwam. En die zei was door dat geluid van die knikkende knieën. Hij zei, hey, ik, ik ga wel, want ik ga in de naam van de Allerhoogste Heer. Na veertig dagen. Het getal 40 staat altijd voor vernieuwing, voor iets nieuws. Het nieuwe dat zal komen. Er zal iets nieuws komen over Nederland. Er zal iets nieuws komen over deze gemeente. Maar dan is het belangrijk dat we gehoor geven op het moment dat God spreekt. En ik geloof God spreekt nu vandaag. Hij spreekt nu. Weet je, want ik zei al in de HSV is het iets duidelijker. En in Jozua 1 vers 2 hebben we gelezen dat mijn diener Mozes is gestorven. En dan in de HSV staat het dichter in het ritme van het Hebreeuws. Zoals God het heeft gezegd. Nu dan, sta op, steek over. Nu dan, sta op, steek de Jordaan over. Nu dan, sta op, steek over. U en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israeliten, ga geven. Wauw, nu dan. Nu dan, sta op. Doe het nu. Ik zei het net al, plan het niet. God zegt ook niet, oké okay Joshua, over 4,5 week dan heb ik iets op de agenda staan. Nee, hij spreekt tot Joshua en hij zegt, nu dan. Dit is het moment. Dit is het moment. En weet je, daar gaat mijn hart zo van branden. Want ik zie zo vaak dat er op zondag, we hebben erediensten met elkaar en we aanbidden God. En we worden opgeroepen en dan denken we van, ja dat ga ik doen. Maar brengen we gelijk die verandering aan. Weet je, als je je geroepen voelt om echt te zeggen van oké, okay, ik ga breken met dat Netflix de hele dag door of de hele avond door. En ik ga weer terug naar het woord van God. Nu dan zegt dat abonnement op. Dat is de enige keer dat je Netflix mag aanzetten in de kerk trouwens. <laughs> Tijdens de preek. Maar voor mij mag je nu naar Netflix als, uh, abonne abonnement opzeggen. Nu dan. God zegt niet van oh ja, dat zou echt super fijn zijn vanaf over drie weken. Hij zegt, nu dan, doe het nu. Want als God spreekt, dan is er een nu moment. En zo vaak vullen wij, we willen we dat nu moment willen we ontvangen, maar de uitwerking daarvan willen we later. Dat werkt niet zo. Dat werkt niet zo. God zegt, nee, nu. Als jij verlangt naar het vuur van God in je leven, dan is er een nu moment. Dan is er een nu moment om alles aan de kant te zetten en zeggen: Hier, hier ben ik. Hier ben ik. Niet als mijn studie is afgerond. Niet als mijn werk in rustige vaarwater zit. Nu. Ik ben hier nu, Heer. Want u zegt, nu dan. En het volgende wat hij dan zegt is, sta op. Sta op. Want Jozua was gaan zitten. Weet je dat dit de reden is dat we zo graag zitten tijdens de preek? Want dan moeten anderen het werk doen. Weet je dat het bijbels is om allemaal te staan tijdens de preek en dat degene die aan het spreken is, zit? Dat is mooi, hè? Ja, ik zie jullie zo allemaal aankijken: van ja, ik ga echt niet staan, vriend. <laughs> o oh, Heer, waai met uw geest. Ja, want dit is zo makkelijk. Wordt ook gelijk een beetje zo van ja, ik verwacht nu meer van jullie, ik ga zitten. Voel je het? Sommige mensen denken: ja, ik voel dat ongemak. Ga maar verder. Ik hou van ongemak. De sterkte komende minuten. Want dit is het. Ja. Maar Jozef was gaan zitten. En wist je dat gaan zitten, bijbels gezien, iedere keer een plek van teleurstelling is? Een plek van stilstand? Een plek van pijn? Want Elia was gaan zitten. Nou, die trok het zitten niet eens. Die was gaan liggen. Weet je wat Elia wilde? Hij wilde dood. Hij zag het niet meer. Hij had net een van de grootste wonderen meegemaakt. Vuur was uit de hemel gekomen, maar angst was in zijn hart gekomen. Het vuur kan uit de hemel komen, maar angst kan in jouw hart komen. Weet je, het vuur kan uit de hemel komen en je kan mega mooie dingen meemaken. En ondertussen één woord van intimidatie en jij gaat weer zitten. Dit is wat er zo vaak gebeurt. Op zondag het vuur komt uit de hemel. Je voelt Gods aanwezigheid. En op maandagochtend, je baas zegt anderhalf woord en je zit weer. Angstig, teleurgesteld. Maar Jozef was gaan zitten, maar hij moest opstaan. Zoals God ook tegen Elia zei, sta op en eet en drink. Nou, ik weet niet of het je is opgevallen... Maar je hoeft niet per se te staan om te eten en drinken. Er zit een geestelijke betekenis achter dat hij moest opstaan. Want zittend en liggend is de Bijbelse vorm van eten en drinken. Dus hij lag al goed om te gaan eten en drinken. En God zegt: Sta op, eet en drink. Sta op. Want Hij weet dat we het nodig hebben om op onze voeten te komen en om op te staan. Want als wij niet opstaan, zullen we het werk van God niet zien. Niet omdat Hij het niet wil doen, niet omdat Hij het niet kan doen, niet omdat Hij het niet gaat doen, maar omdat we Hem niet volgen. De plek van zitten is geen goede plek. En ik wil je vragen, wil jij misschien gaan zitten in je leven? En dan bedoel ik niet nu op een stoel, maar gewoon dat je door teleurstelling bent gaan zitten. Ja. Ik dacht dat inmiddels de belofte was. Mensen zeiden, maar ze hebben me laten vallen. Ja, ik voelde me veilig, maar, maar toen is er iets gebeurd. Ik heb een keer een discussie gehad en, en we gaan zitten. We gaan zitten. Weet je wat Gods pastorale hulp is vandaag? Sta op. Ja, dat maakt pastoraat makkelijk. Hè? Alle pastoraal werkers, hier word je door gezegend. Sta op. Sta op en blijf niet in die teleurstelling. Want God, weet je, Hij geneest door het nieuwe wat Hij geeft. Hij geneest door het nieuwe wat Hij geeft. Wij blijven vaak van, hier wilt u die wonden, wilt u die wonden. Maar door weer in beweging te komen, komt het volledige herstel. Weet je, ik heb een keertje mijn enkel gebroken. En dan is er een tijd dat je moet zitten. Maar daarna zegt de dokter, sta op. Ik weet nog dat het gips eraf ging. En ik zat daar. En toen zei die beste man... Die zei, nu moet je erop gaan staan. En ik keek hem aan en ik zeg, nou, nou, zullen we dat over twee weken eens proberen? Weet je wat hij zei? Hij zei, nee, want als je het nu niet doet, dan vertrouw ik je niet dat je het gaat doen thuis. Dit is een woord van God. Weet je, als je het nu niet bereid bent in mijn aanwezigheid, in mijn kerk, met mijn volk. Als je nu niet bereid bent, dan ga je thuis ook niet doen. Want dan komt die angst weer. Hij zei: Je moet erop hebben gestaan voordat je de deur uitgaat. Natuurlijk kreeg je krukken mee, omdat je niet in één keer vol kan belasten. Maar ik moest weer opstaan en in beweging komen. Want er was een tijd van herstel zeg maar, nodig: dat het moest rusten van een operatie. Maar de rest van het herstel kon alleen maar plaatsvinden als ik het weer ging belasten, als ik weer ging opstaan. Jij denkt dat je jarenlang dat je moet herstellen, moet herstellen, moet herstellen van wat je tien jaar geleden is aangedaan. Maar je bent stil gaan zitten. En je vraagt je af: waarom worstel ik nog steeds met die afwijzing? Waarom worstel ik nog steeds met die pijn? God zegt je vandaag: sta op, want dat is de volgende fase van je herstel. Sta op, want anders zal je niet weer de kracht terugkrijgen in je leven. Je hebt de kracht terug nodig. En we denken, maar waarom? Sta op. Sta op. Welke angst maakt dat je bent gaan zitten? Angst misschien door de afgelopen drie jaar. Corona, paniek, verharde samenleving. Welke angst maakt dat je bent gaan zitten? Het is tijd om op te staan. Welke frustratie maakt dat je bent gaan zitten? God geneest door het nieuwe dat Hij geeft. Door het nieuwe. Maar we moeten opstaan om over te kunnen steken. En dit is wat God me liet zien toen. Weet je wat zo mooi is? God zegt, zoals ik ben Mozes, zo zal het ook met jou zijn. Zoals ik de vorige generatie. En ze zijn gekomen tot aan het beloofde land. Maar ik geloof in Nederland, in deze gemeente. Er moet een jozua generatie opstaan. Want je bent gekomen tot aan het beloofde land. En je hebt gezien van de vruchten, want die hadden ze meegenomen. Maar het is tijd dat het land in bezit genomen gaat worden. En het is tijd om dan op te staan en de Jordaan over te steken. God begint weer precies zoals het bij Mozes was. Zij gingen door de zee, dat was het eerste wat ze deden na Egypte. Het Egyptische leger kwam achter ze aan en ze gingen met elkaar door het water. En God laat zien aan Jozef, hij zegt, zoals ik met Mozes was, zo ben ik met jou. Zoals ik met Mozes door het water ging, zo ga ik ook met jou weer door dat water. En hij begint precies hetzelfde. Hij laat zien, ik ben trouw, ik ben nog precies dezelfde. Steek over, steek over. Steek het water over. Je moet door het water heen. God is precies dezelfde. God is zijn glans niet verloren in de kerk. God is zijn kracht niet verloren in de kerk. Hij zegt, kerk sta op vandaag. Sta op vandaag. Want anders kan die verloren belofte niet in vervulling gaan. Niet omdat hij er niet klaar voor is, maar omdat we blijven zitten. Nu dan. Sta op. Weet je wat ik zo interessant vind? We zien dat het hele volk Joshua volgt. Op en nu dan sta op. Bij David zien we het ook, hè? Hij, hij verslaat Goliath en het hele leger volgt. Iedereen gaat achter hem aan. Wij hebben Jezus. Wij hebben de koning der koningen, de heer der heren. Hij heeft de overwinning behaald. Weet je? Zij haalden overwinningen binnen voor het volk van Israël. Hij heeft de overwinning behaald voor de wereld. En zijn kerk twijfelt. En zegt, ja, inderdaad, we moeten wel zieken de handen opleggen, maar. Ja, voor nekpijn oké, okay, maar. voor een gebroken been, of voor een hernia, of voor kanker, of voor, noem maar op, dan, dan begin ik toch wel te twijfelen. We hebben de koning der koningen. Hij is het fundament van de gemeente, hij is de hoeksteen die de richting bepaalt, hij is de bruidegom die zijn bruid komt halen, hij is alles. Dit is Jezus. Dit is Jezus. En we twijfelen. Terwijl hij zegt: nu dan, kerk, alsjeblieft, sta op. Sta op. Het is tijd. God kan geen opwekking geven in dit land als zijn kerk niet opstaat. Als zijn kerk niet opstaat het werktuig waardoor hij werkt als we niet opstaan met elkaar en blijven zitten, dan kan hij geen opwekking geven. Je hoeft ook pas te bidden voor opwekking als je bidt voor totale verandering in jezelf, want de opwekking komt door de kerk. Dat is hoe hij werkt. Het Zou wat zijn als er opwekking komt en de kerk is niet klaar voor de opwekking? Hm. 40 jaar geleden waren ze niet klaar voor het beloofde land. Ja, twee waren er klaar voor. Twee van twee miljoen. Maar is de kerk er klaar voor? Zijn we met elkaar er klaar voor? Het was in 1958, ik wil vragen of de versie van vast naar voren komt. Het was in 1958 toen Til Osborne hier was. En een aantal van jullie zullen dat nog wel weten. Op het Maliveld, waar duizenden en duizenden mensen kwamen. En op een gegeven moment tienduizenden en tienduizenden mensen kwamen. En niet alleen kwamen ze, er kwamen duizenden mensen tot geloof en, en duizenden mensen genazen. En weet je, zo vaak. Als ik hoor over opwekking, dan is er eigenlijk weer een verlangen naar dat oude. Maar er is iets fundamenteels wat hij deelde op een van de avonden. Namelijk uit Jesaja 55, vers 10 en 11. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen. Zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat het uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dit was waar hij over sprak. En we houden vast aan die belofte. En we houden vast aan inderdaad dat woord. Het, het zal nog do gaan doorvochtigen. En we moeten er klaar voor zijn. Maar let op wat er een paar versen eerder staat. Een paar versen eerder staat er in vers 4 en 5. En ik geloof dat dit het seizoen is waar God aan de rand staat. Wat, van wat hij gaat doen. Zie, ik heb hem, met een hoofdletter... gegeven als getuige voor de volken. Als vorst met hoofdletter. En gebieder voor de volken. Zie, u zult het vo een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u, hoofdletter, niet kende... zal naar u, hoofdletter, snellen. Wauw. Een volk dat Jezus niet kende. Een volk dat God niet kende. Zal naar hem toesnellen. Omwille van de Heer, uw God, voor de heilige van Israël. Want Hij heeft u verheerlijkt. Hij heeft u verheerlijkt, Heer Jezus. De heilige van Israël. Dit is de belofte. Dit is de belofte voor Nederland. Dat een volk dat Hem niet kende. Een volk dat opgroeit zonder... Zoals er een hele generatie op was gegroeid in de woestijn zonder door te hebben gemaakt dat ze door het water gingen. En God zegt: Ik leid je weer door het water, want je zal weten dat ik de waymaker ben. Want je zal weten dat ik trouw ben. Je zal weten dat ik de levende, 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 levende God ben. Wij kunnen niet teren op een opwekking uit 1958. Man, ik was nog niet eens in de planning, want mijn ouders bestonden nog niet eens. Ja. Daar kan ik niet op teren. Ik heb het nodig om zelf mijn dingen met God mee te maken. Zelf. En jij hebt dat ook nodig. U heeft dat ook nodig. En ook als u het misschien wel heeft meegemaakt, of daar wel dichterop stond, u heeft weer verfrissing nodig. Want het volk had het ook nodig. Joos had het ook nodig om weer door het water te gaan. Om het beloofde land in te kunnen nemen. Maar God zegt: Kerk, sta op. Kerk, sta op. En zelfs nu is het lastig om op te staan. Maar sta alleen op als je echt wil opstaan. En verandering verlangt. Maar niet alleen verandering in het land. Maar te beginnen bij verandering in je eigen hart. Als je zegt, oké okay Heer, nu is de dag. Want ik ga een gebed bidden waarin ik de Heer ga vragen. Om tot jouw hart te spreken. Wat er anders mag in jouw leven. Zodat je gaat opstaan. En niet blijft zitten. Zodat je die teleurstelling niet laat regeren in jouw leven. Maar dat Jezus terug mag op de troon van je hart. Want hier ben ik achtergekomen. Waar je naar luistert, dat regeert. We kunnen allemaal hele vrome, mooie praatjes met Jezus regeert. Halleluja, zingen. Maar waar je naar luistert, dat regeert echt in je leven. Heer. Neem uw ere plaats vanochtend. Want u regeert, heer. Heer, en zie dat uw volk opstaat deze ochtend. En heer, ik bid, heer, dat als we opstaan, dat u tot ons specifiek zal spreken. Heer, wat we moeten afleggen om staande te blijven en om over te steken. Heer, want we willen ons klaarmaken voor de vervulling van de belofte. Want u zegt nu dan. Heer, we willen ons niet klaarmaken voor een vijfjarenplan. Heer, nee, planning is goed. Maar u zegt nu. Heer, u zegt nu, en u wilt het nu doen. U wilt nu verandering brengen. Heer, ik bid dat er een verandering komt in dit huis, hmm. dat er een verandering komt in dit huis. Heer, in diepte van aanbidding. Heer, waar niet meer de setlist of de tijd leidend wordt. Heer, maar waar uw geest regeert. Heer, ik bid verandering in de prediking. Heer, waar, 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 waar niet meer. Hmm. De behoefte van mensen die dat ventileren centraal staat. Maar dat uw behoefte centraal staat, Heer. Heer, want u weet zoveel beter wat wij nodig hebben als wij zelf. U weet het zoveel beter. Hm. Ik bid dat de predikers van dit huis, dat ze moedig zullen zijn. Heer, dat ze nieuwe moed, dat het in ze op zal reizen op dit moment. In de naam van Jezus. Heer, en dat ze kom, vanaf komende weken, dat ze als aan het preken zijn. Dat ze denken... Oh man, wat is er met mij gebeurd? Halleluja. Heer, ik bid dat u vuur zal laaien. Heer, ik bid dat u vuur zal laaien in onze harten. Heer, want dank u wel. Heer, dat we dan, Heer, in onze strijd, in onze strijd, in onze strijden, zoals we in het getuigenis van Bart hebben gehoord. Heer, dat er maar één weg is naar de overwinning. En dat is het aanroepen van de Heer Jezus. Heer, ik bid dat Bart daarin een voortrekker zal zijn. In Jezus' naam. Heer, u heeft me een getuigenis gegeven. En Bart, jouw privéleven werd niet de zangdienst, maar jouw getuigenis was waard om de zangdienst te zijn. Houd je niet terug. Denk niet van niet te veel uit mijn eigen leven delen. Nee, want God werkt in jouw leven zodat je het mag delen met de anderen. Dat is waarom de Levieten voorgingen en het volk ging erin mee. In Jezus' naam. Halleluja. Heer, we willen opstaan voor u. We willen u volgen. We willen gaan op de wegen die nog geen wegen zijn. Dank u wel dat uw weg altijd door het water gaat. Heer, waar geen weg is, u maakt een weg. Heer, en ik bid dat dit nieuwe seizoen, Heer, dat het niet zozeer nieuwe nieuwe dingen zijn voor de gemeente. Maar dat oude beloften in vervulling zullen gaan. En dat zal nieuw zijn voor de gemeente. Oude beloften. Heer, die u heeft gedaan. U bent ze niet vergeten. Zelf waren we ze misschien vergeten. Waren we bang dat het voorbij was. U bent ze niet vergeten. Heer, doe ze in vervulling gaan. Want uw woord houdt stand. Uw volk staat op vandaag. In Jezus' naam. Amen. 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 Dank uh, je wel, Jeroen.